mooi is, ze zegt al de hele week, ik drink geen alcohol. En dan heb ik eindelijk een goede wijn voor haar. En is ze zo om. Goedemorgen. Koffie, frisse berglucht en uitzicht. Dit maakt me zeer gelukkig. En dat het nog zo rustig is. Even het idee dat ik hier helemaal alleen ben. Dit is toch heerlijk, dit uitzicht. Beetje werken, kopje thee erbij. 7:30. In Nederland vind ik om 7:30 werken echt niet altijd even leuk, maar hier, och, I love it. There we go again. De liften gaan al. Ze had mij verteld dat we pas om 9 uur zouden gaan. Dan ben ik niet de eerste in de lift waarschijnlijk. Wat een drama. Oké, ik ga mijn skis pakken. Ik heb echt zoveel zin om te gaan skiën. Ik ga nu even een paar uurtjes alleen skiën. Heb ik al een hele tijd niet gedaan. Maar dat vind ik ook wel weer eens leuk. Even kijken, want het is hier glad. Ik ga niet vallen. Ik ben ineens een uurtje aan het skiën. Het is echt super lekker rustig nog. Het wordt wel steeds drukker, maar sneeuw is hier echt super goed. Inmiddels een partner gevonden. Mike. Mikey filmt in slow-mo en ik film... Mikey. Sorry, Tommy. Weet je bekend als Tommy. Tommy is van Manify. Tommy en ik, wij gaan way, way back. Mm-hmm. Eerste en de enige andere keer dat ik met Tommy ging skiën was in Hintertux in november 2014. Oh ja, 2014. Dat was pre-vlog tijdperk, dus ik weet niet hoeveel mensen dat zich nog kunnen herinneren. Ik ga nog 2 pieces doen. Ik ga eerst Mike, also known as Tommy, filmen. En dan gaat Tommy, also known as Mike filmen. En dan ga ik warme chocolademelk drinken. We hebben voorlopig nog een beetje GoPro troubles. Denk je dat ik ooit nog warme chocolademelk krijg? Ja. Half uurtje, uurtje. Een uurtje vind ik een beetje te lang. Dit is wel echt het leven, hebben we net besloten. Oh mijn god, die slagroom valt bijna op mijn buik. Yep. Zo lekker. Dat zonnetje ook. Proost! Ik drink dus nu weer Spezi en dat is gewoon cola met sinaas. En ik dronk dit vroeger altijd. Wie dronk dit vroeger ook op wintersport? Tommy, even teruggekomen tot mijn vraag van gisteren. Hoe bevoorrecht voel je je vandaag? Veel met de pleuris. Je verveelt je de pleuris. Ga maar lekker weer skiën dan. Dan heb ik hier wat meer ruimte. Ja. Doei. Het is tijd voor soep. Ik had eigenlijk ook wel keizersmarren gewild, maar dat waar ik een stukje. Ik denk dat toch niet dat je dit helemaal op kan. Nee. Genieten. We zijn even beelden aan het opnemen, dus deze piste doet dit keer extra lang. Mike is het ook. Ik heb hier bij de vorige nog helemaal niet voorgesteld. Oh, wat is dat nou? Ja, heel erg. Ik ken elkaar zo lang. Ja, dit is Mikey van dezelfde persreis als waar ik vanmorgen over vertelde. Pre-vlog tijdperk. Vroeger, toen alles nog met plaatjes ging. Ja, toen we alleen maar foto's met de iPhone maakte. En nu hebben we zo'n unit van een camera. Of nou ja, ik gelukkig niet.
Oké, laatste stuk van de piste. Straks zijn we die vervelende cameraman weer kwijt. En dan kunnen we weer echt lekker skiën. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, is goed. Moet je wel? Kan jij het pietenpunt hier skiën of niet? Ja. En dan? Ja, oké. Nee. Kijken. Perfect. Ja? Ben ik klaar? Ja, ben ik klaar. Oké. Mijn scène zit erop. Mikey en Tommy zijn naar het appartement om te gaan werken. En ik ga nog even lekker skiën. Ik ben niet voor niets vanmorgen om 6 uur opgestaan. Ik hoef nu niet te werken, vind ik zelf. Op je halve wijntje. Op je goede wijn. Proost. Zo'n molle. Oh, zo'n molle. Smaakt die? Ja, heel erg. Heel goed. Maar weet je wat? Wat? Het mooie is, ze zegt al de hele week, ik drink geen alcohol. En dan heb ik eindelijk een goede wijn voor haar. En is ze zo om. Zo makkelijk, die vrouw. Dat neem ik eruit. Ja, dat weet ik. Echt een objectieve vlog heb jij altijd, hè? Kijk, wanneer als jij iets belachelijks zegt, dan heb ik het erin. Kan je blijven niet. We hebben Nederlands bier en we hebben Oostenrijk bier. Oh nee, we hebben Oostenrijk bier. Deze weten we gaan alles weghalen, ja. Nee. Ik ga nu een fakkeltocht doen en daarna gaan we lekker eten. En ze zijn nu verstoppertje aan het spelen, maar dat ene glas wijn van mij was niet genoeg om hier aan mee te doen. Of nou ja, ze denken dat ik meedoe, maar ik ben gewoon mijn make-up aan het doen. Ja, ik ben hier! Oké, ik ben er. Tom! Ja. Het lichtje gaat goed hoor. Ja, ja. Ja, kijk eens. Ik zet de versnelling er wel even in, ja? Ja. Hier. Fakkeltocht met volle maan en we gaan zo lekker eten. Oké, een sec van de Dam is. Oh. Kom niks uit. Nou, hierbij moet je dus afscheid nemen van je maand alcoholvrij. Dan ben ik toch wel benieuwd. Hè? Kijk, je kan het op veel plekken doen. Ja. Maar het is toch speciaal dat het in Oostenrijk gebeurt. Dat moet toch iets, dat geeft een goed gevoel. Nou, het geeft een heel goed gevoel. Ik denk wel, de afgelopen 2 dagen werd ik super fit wakker. Dat was echt top. Ik hoop dat ik morgen nog een klein beetje daarvan top krijg. We zijn voor een nagel. Kan je mij even de regels hiervan uitleggen? Vrij lastig. Ja. Maar hoe het werkt is, je hebt een spijker en je hoort een hamer te hebben. Maar ze hebben hier in het Silatal Arena, er zit een hamer. Ik zit net in, hè? Maar je moet dus kijken wie als eerste is. De spijker in het hout te slagen. Oké. Okay. Je schijnen vrouwen goed in te zijn. Je moet van hamer naar Oké, nu gaat het echt fout. Ik heb een maand niet gedronken, dus ik denk dat ik deze gewoon achter mijn schouder gooi. Oh, dat was zo mooi!